Dat moest een vriendin. In mijn filmpjes heb ik het heel vaak over grillgroenten op de barbecue. En laat dit nu het eerste filmpje zijn waarin je me ziet koken. De camera mag ietsje dichter komen. Ik zal eens tonen waar ik mee bezig ben. Ik heb 4 à 5 knolvenkels in stukjes gesneden samen met de eerste uitjes. Er waren ook een aantal aan het doorschieten en die heb ik hier ook in verwerkt. Die laat ik gewoon op 250 graden, ik doe dan het deksel dicht van deze barbecue, 250 graden aankoken. En nu is het tijd voor de tomaten erbij te doen. Helaas heb ik zelf nog geen tomaten. Die zie je daar, in de serre. Groeien. Hopelijk hebben we die dan binnen een paar maanden. Maar voorlopig doe ik het nog met tomaten uit de winkel. Zo, deze gaan er nu in. Ik heb al basilicum, dus die basilicumblaadjes doe ik er ook nu bij. Zo, wow, die geur is enorm, heel lekker, die boven komt. En nu ga ik moet nog een handschoen gaan halen, maar ga ik dit stoofschoteltje bovenaan in de barbecue plaatsen op 200 graden. En straks gaan we daar heel lekker eten van hebben. Dus, groetjes voor barbecue grillschotels, super. Als we nog een beetje van die tomaten sausachtig iets over hebben, dan kunnen we het ook morgen in een pasta verwerken. Dus je kunt eigenlijk op de barbecue zaken maken die je eigenlijk meerdere dagen kunt eten. En daarvoor doen we het eigenlijk. Verse groenten uit eigen tuin op de barbecue. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!